Het tweede opmerking vooraf is, en dat heeft me eigenlijk een beetje verbaasd in de communicatie, of eigenlijk in de publiciteit in de afgelopen weken, is dat er een soort sfeer ontstond van het wordt nu een definitief ja of een definitief nee tegen het nieuwe stadion. Dat was een beetje de sfeer die ontstond in krantartikelen. Een point of no return. Het is lang stilgebleven aan de kant van de BVO en het stadion gezamenlijk. En dat heeft er gewoon mee te maken dat we in al deze complexiteit, met al de zaken die we moesten bespreken en evalueren, dat je daar graag de tijd voor wil nemen en die discussies liever niet in de pers doet. Het definitief ontwerp is het ontwerp waarin de opdrachtgever zegt, zo wil ik het hebben. Dit zijn de functionaliteiten, zoveel plekken, zoveel horeca, dit moeten zichtlijnen zijn, et cetera. Maar dat is niet een ontwerp waarop een aannemer een prijs al kan afgeven, een vaste prijs. Dat kan die gewoon niet. De fase die we nu ingaan, het TO, is de fase waarin in feite die wensen bevroren worden en vervolgens gaat het. Eigenlijk in feite ruimte voor ruimte en techniek voor techniek wordt alles uitgetekend en dan kun je heel goed gaan rekenen. En in die fase verdwijnen ook een aantal risico's voor de aannemer. Want dan kan die namelijk precies bepalen hoeveel beton of staal of glas of anderszins erin moet. En dat is op basis van een artist impression is dat nog wat lastig. En wat mij betreft is dat ook de volgorde. Je hebt eerst een technisch ontwerp. Op basis daarvan kan de aannemer uiteindelijk pas echt zijn goede prijs maken. En als de opdrachtgever zegt, ik heb een business case waar ik vertrouwen in heb en ik heb een aannemer die zegt, ik kan het voor die prijs bouwen, dan is de financiering eigenlijk het laatste stuk wat je moet regelen. En eerlijk gezegd, de stand van de intenties, nog een jaar voor het besluit go, no, go, of dat dan 380 of 390 miljoen is, vind ik al hoog, want we hebben het hier wel over een private opdrachtgever. Kan de BVO zich terugtrekken? Op deze gesloten vraag is het antwoord ja. Het is geen definitief ja wat we vorige week hebben kunnen zeggen, want dat konden we niet. We gaan kijken naar de business case, of die zeg maar COVID-proof is en of dat geen aanpassing behoeft op grond van de risico's. De bouwkosten moeten nog definitief binnen het budget wat in de business case zit. En de financiering moet gezekerd zijn tegen de prijs die in de business case zit. En dat alles in onderlinge samenhang. En die stoplichten moeten alle drie op groen. En als er één of twee volgend jaar op rood staan en ook niet op groen te krijgen zijn, dan hebben we er alles aan gedaan om het stadion te realiseren. Dan hebben we er weer heel veel tijd en energie in gestoken. Maar dan moeten we constateren dat het niet lukt. Ik kan geen garantie geven op dit moment dat het doorgaat. En dus kan de BVO zich terugtrekken. We kunnen tot de conclusie komen dat het niet lukt. Willen we dat? Nee. We hebben er voldoende vertrouwen in op basis van wat we nu gezien hebben. Om in ieder geval de tijd en de moeite erin te steken de komende 12 maanden om dat punt te bereiken. En om zeker te kunnen zeggen, we hebben er alles aan gedaan om vast te stellen of het goed is voor de club.